Doe je nou? Wat ik doe? Van club overstappen. Dan heb je heel even dat rood-wit van Ajax om schouders gehad. Nu dat rood-wit van Feyenoord. Is dat niet een beetje een gek gevoel? Een gek gevoel. Ja, je bent sportman. Hè? Op een gegeven moment kom ik voor de keuze te staan om een overstap te maken naar Feyenoord. Daar denk je over na. Hoe moeilijk het ook is, maak ik de keuze om voor Feyenoord te gaan spelen. En ik sta volledig achter mijn keuze. Mijn familie ook, dus dat is belangrijk voor mij. Dat mijn familie en ik zelf erachter staan. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, je zegt, ik moest erover nadenken. Moest je er ook over nadenken? Was het niet meteen volmondig ja? Nee. In eerste instantie niet. Tuurlijk, je denkt na. Je gaat denken wat er kan gaan gebeuren. Je hebt het even nodig, maar als je zo'n kans krijgt om toch ook voor een grote club binnen Nederland te spelen, ja, kan ik eigenlijk nu alleen maar blij zijn. Bij wie ben je te raden gegaan? Op mijn keuze? Ja. Nee, ik heb heel mijn vader, mijn moeder, mijn zaakmanager heb ik gewoon gesproken. Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat ik het gewoon moest gaan doen. Ja. Heb je al afscheid genomen bij Ajax? Bij Ajax, gisteren heel veel kort van de spelers. En het zal wel nog wel een keer een momentje komen dat ik van de andere mensen afscheid ga nemen. De 21ste? Dan komen ze op bezoek. Dat klopt. Dankjewel.